Dames en heren, een hele goede middag. Eerst en vooral, dankjewel dat ik uw gast mag zijn vandaag. Dat ik u onze visie mag bekendmaken. Onze visie op hoe digitale technologie de wereld rondom ons veranderd heeft. En dan heb ik het niet zozeer over de wereld van de bankier, de financiële wereld, maar ook en misschien vooral over hoe digitale technologie ons eigen leven als consument veranderd heeft en alsmaar sneller en alsmaar ingrijpender aan het veranderen is. Ons leven, uw leven, het leven van uw klanten en hoe dat op zijn beurt weer hun verwachtingen naar u als bankier heeft geïmpacteerd. We zitten vandaag wat we noemen de derde golf van transformatie. En wat op zich heel plezant is voor jullie, is dat jullie niet in die eerste of in die tweede golf betrokken waren. Want zij hebben het absoluut niet zien komen. Ik weet nog wat een videotheek is. Mijn zoon heeft geen enkel idee wat een videotheek is. Zij zagen het totaal niet komen. Dus het goede voor jullie om in die derde golf geïmpacteerd te worden, is dat je consultants hebt, zoals wij. Of dat altijd goed is, dat laat ik in het midden. Maar alleszins, wij kunnen helpen met twee dingen. Eén, u de tekenen van transformatie, van disruptie te helpen herkennen. Maar als het dat zou zijn, zou dat maar een beetje een triest verhaal zijn. Want dat is een beetje zoals, the plane is going down, strap on a parachute and put on a helmet. Je weet als het vliegtuig gaat crashen dat de kans op survival heel klein is. Wat wij vooral doen, en dat is onze job, is u helpen om de talrijke opportuniteiten die er zijn te herkennen. Wat kan digitale technologie voor u doen? Hoe kan je daardoor beter tegemoetkomen aan de noden van uw klanten? Dat is onze job, want er zijn veel meer opportuniteiten dan bedreigingen. Een bedreiging is gewoon iets wat een ander bedrijf voor jullie gezien heeft en in praktijk gebracht heeft. Er zijn vandaag talrijke opportuniteiten, dat is onze job, u daarin helpen. Maar daarvoor moet u één ding wel beseffen, daarvoor moet u één klik wel maken en dat is, je kan dat niet tegenhouden. Digitale transformatie is real. Je kan die golven niet stoppen. You cannot stop the waves, but luckily you can learn how to surf. En dat is een beetje wat mijn ambitie is vandaag tijdens deze, laten we zeggen, 35, 40 minuten die volgen. Ik wil je een stukje leren surfen op de golven van digitale transformatie. It's going to be a bumpy ride. En ik weet niet of je de foto een beetje kan herkennen op de achtergrond, maar dat is zo'n bananenboot. Waar kinderen nog wel een keer op willen zitten. Tricky bit is dat je natuurlijk moet zorgen dat uw klanten vandaag, tijdens die fascinerende tijden, niet van die bananenboot geslingerd worden. Dus zeggen wij, eigenlijk moet je drie dingen doen. Alsjeblieft, zorg ervoor dat je weet waar de pijnpunten liggen. Zorg ervoor dat je continu werkt aan een excellente klantbeleving. Customer experience. Zorg ervoor dat je digitale technologie gebruikt om je operations zo efficiënt mogelijk in te richten. Want als je dat niet doet, dan laat je waarden liggen die je nodig hebt voor de toekomst. Maar als je daar stopt, dan word je de allerbeste cd-winkel in de wereld waar niemand nog op zit te wachten. Want we hebben Spotify. Als je stopt bij a great customer experience en operational excellence, dan word je morgen de allerbeste videotheek in de wereld en niemand zal nog over de vloer komen, want we hebben Netflix. Dus je moet ook nadenken aan je eigen digitale transformatie. Wat betekent dat nu op vlak van businessmodel? Wat kan een andere invulling zijn van de noden en behoeften van onze klanten vandaag, enabled door digitale technologie? En het verschil tussen digitale transformatie en digitalisering wil ik u snel even uitleggen aan de hand van wat er gebeurd is in de muziekindustrie. In de muziekindustrie zag je in eerste instantie eenvoudigweg drie stapjes die te maken hebben met het digitaliseren van de content. We zijn gestart met een plaat, dan naar een cd overgegaan, 1985, en dan naar een mp3, begin jaren 2000. Dat is geen digitale transformatie. Dat is puur digitalisering, en in dit geval digitalisering van de content. Digitale transformatie gebeurde met iTunes. Waarom heeft iTunes de muziekwereld op zijn kop gezet? Wat deden zij plots fundamenteel anders? Wat heeft Apple gedaan
om Sony carrément van de tafel te duwen? Enig idee? Apple zei, no worries, je kan die muziek hier kopen. Een stuk goedkoper. Ja, een single cd'tje, als je dat nog herinnert, kostte €5. En dus een liedje bij iTunes kost 99 cent. Je moest ook niet meer het hele album kopen, maar je mocht gewoon kiezen wat dat je kocht. Oh, maar by the way, kleine opmerking, je kan het alleen maar afspelen op de devices die ik in de markt zet. Je wilt maar in de board van Sony gezeten hebben toen dat gebeurde. Carrément buitenspel. En nochtans hebben zij de markt gedomineerd in de jaren 80 en in de jaren 90. En dan denk je, oké, okay, Apple, Steve Jobs, great company. Wie is dit? Plots zegt Spotify, oh, maar wacht. Je moet geen muziek meer kopen. Vanaf nu krijg je toegang tot muziek. Nu verandert het businessmodel. Ik koop geen muziek meer, maar ik betaal maandelijks een bepaald abonnement en dan kan ik toegang krijgen tot alle muziek in de wereld. Laatste voorbeeld, wie is dit? Shazam, mijn zoon van 10, vindt het absoluut normaal dat wij in de auto een liedje op de radio kunnen horen dat hij leuk vindt, herkennen via Shazam, toevoegen aan zijn Spotify-playlist, zodat de dag nadien, als mijn vrouw hem naar school brengt, hij naar dat liedje kan luisteren. Hij vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Ik herinner mij nog altijd ooit in een platenzaak te staan en een liedje te moeten neurien, omdat ik niet wist wat het was. Dus ik vind dat supercoole technologie. Hij vindt dat de evidentie zelf. Waarom zeg ik u dat? Hij heeft die analoge wereld niet gekend. Dus hij weet niet hoezeer dat we erop vooruit gegaan zijn. Dus hij is ook niet dankbaar voor die vooruitgang. Straks gaat u klanten hebben die die analoge wereld niet gekend hebben, die dus ook niet weten alle briljante dingen die jullie intussen veranderd hebben de voorbije 10, 15, 20 jaar, die dus ook niet gaan zeggen, great job, maar die dat gewoon evident vinden. En wij gaan dan soms denken, het is toch een beetje een ondankbare generatie, die millennials die hier nu rondlopen. Maar je cannot blame them, want zij hebben er absoluut geen idee van. De wereld verandert zo ongelooflijk snel dat je er niet meer mee komt door één keer per jaar of twee keer per jaar eens een keer een scan van de markt te doen. Je moet continu kijken welke technologieën zijn er en hoe kan dat ons helpen om onze klanten beter te dienen. Dat is ook ons verhaal. Kies een toekomst, scan innovations, determine impact, maak dan een keuze. Dit is wat wij willen realiseren. En dat ziet er zo uit. Want dan wordt het makkelijk. Dan moet je maar connecting the dots doen. Dan moet je het maar gaan invullen. Wat ik vandaag wil doen met u is die innovations even bekijken. En ik heb daarvoor een modelletje. Dat bestaat uit 7 metaforen. Dat staat ook in ons boek beschreven. En ik ga de eerste 2 wat meer in detail bekijken en dan gaan we er wat sneller dooruit. Dus als u op uw horloge kijkt en denkt van ooit zijn er 7 en we zijn over 10 minuten nog maar aan de 3e, don't you worry, dan gaat het een heel stuk sneller. Ik ga heel wat voorbeelden geven, dus het wordt geen theoretisch verhaal. Te starten met de eerste metafoor, de metafoor van het glazen huis. De glass house, die vooral zegt, we leven vandaag in een maatschappij, in een wereld die hypertransparant is. En dat betekent 2 dingen. Punt 1, doe niets waar je je voor schaamt. Doe niets wat je niet durft uit te leggen aan je kinderen of aan je mama of aan je papa. Wat een beetje logisch is. En als het fout gaat, zorg dat je heel snel en heel ernstig reageert op datgene wat er gebeurd is. Doe niet alsof je neus bloedt, maar ja, zorg dan dat je heel duidelijk blijkt geeft van kijk, hey guys, we're sorry en dit zijn de acties die wij gaan nemen. Doe niets waar je je voor schaamt en opgepast met bad profits. Probeer weg te blijven van te zeer uit te leggen waarom dat iets wat een klant niet oké vindt, toch oké is. Probeer het gewoon niet te doen. En dan zie je die start-ups en die scale-ups die het fundamenteel anders doen. Toen Netflix zijn abonnement ging verhogen in prijs, stuurden ze niet alleen een aantal e-mails, maar was dit uw homescreen. En daar moest je dan op oké drukken, anders kreeg je dat telkens opnieuw. En ze stuurden dan nadien ook nog eens een e-mailtje waarin ze uitlegden waarom dat ze dat gaan doen. Transparantie, no apologize, gewoon, voilà, dit is wat we doen. Toen Dropbox mij een foutief e-mailtje stuurde, stuurden ze onmiddellijk de dag nadien een apology. Ik geef je op een blaadje, 5 jaar geleden was dit niet gebeurd. Ik kreeg een e-mail van, als we even naar België gaan, van Teamleader, een Belgische CRM-speler. Ik was al heel trots dat ik de Italiaanse e-mail kon lezen.
Maar dat is niet mijn moedertaal. Ik spreek geen Italiaans. Dus onmiddellijk toen zij hun fout hebben ingezien, hebben ze zich geëxcuseerd. De package verwijst naar dingen die vroeger in één hand werden aangeboden. Producten en diensten die uit verschillende componenten bestaan, worden vandaag in stukjes gehakt. En de tweede trend, de rebundling, de dingen die dan in stukjes zijn gehakt, worden op een andere manier terug samengesteld. Dat klinkt een beetje wollig en verwarrend. Ik ga het met twee voorbeeldjes uitleggen. Unbundling. Wat er gebeurd is met de krant. 15, 20 jaar geleden, was de krant uw enige bron van informatie voor een hele reeks van verschillende dingen. Het nieuws, breaking news, trends, lifestyle en het weerbericht. En wat zie je vandaag? Die verschillende bronnen, die verschillende typen van content, worden niet langer door één bron aangeboden, maar door een hele reeks van verschillende concurrenten. En wat is het tweede verschil dat je ziet? Valt het iemand op? Meer concurrenten, wat gebeurde er met de kwaliteit? Ja, die ging pijlsnel omhoog. Als je het voorbeeld van het weerbericht gebruikt, het weerbericht werd 15 jaar terug in uw krant geschreven om 10 uur de dag voordien. Vandaag weten we of we straks bij het verlaten van deze zaal onze paraplu moeten opendoen of niet, hier in Brussel, op het uur dat je dat wilt doen. En als er één ding is wat ik zou willen dat u vandaag onthoudt van mijn verhaal, dan het gaat niet om technologie. Het gaat om wat moet ik doen om een klantenprobleem beter op te lossen. Waar zit mijn toegevoegde waarde? En we gaan wat sneller gaan, dus zet uw schrap met de volgende twee, de volgende vier, die we in groepjes van twee gaan nemen. Te starten met The Frog en The Gatekeeper. The Frog zegt... Er zit iemand in uw ecosysteem, in uw value chain, die uw positie inneemt. Iemand die vandaag voor u financiële producten maakt, die over u heen springt rechtstreeks naar de klant. En de gatekeeper die gaat het niet verkopen in uw plaats, maar die gaat aan uw klanten vertellen wat ze moeten kopen en bij wie dat ze het moeten kopen. Dit soort voorbeelden kennen we allemaal. Die heb je allemaal wel eens gezien. Een boer of een aantal boeren, boerderijen samen, die rechtstreeks naar de klant gaan. En dan zie ik u denken, Geert, dat bestaat al jaren. En dat klopt. Boer zoekt klant, bel hier naar dit nummer. Maar waar digitale technologie tussenkomt, is vooral, en ik ga u het filmpje laten zien op de achtergrond, is vooral op vlak van de interface die de boer vandaag tussen zijn producten en zijn klanten kan zetten. Niet alleen op vlak van bestellingen heel efficiënt opnemen, betalingen zeer efficiënt organiseren. Het voorbeeldje van boer zoekt klant, daar zat iemand aan de telefoon en die moest wel nog altijd fysiek afrekenen. Vandaag is het heel makkelijk om je eigen app te hebben, om daar een betalingsmechanisme in te pluggen, om ervoor te zorgen dat je klanten automatisch een customer satisfaction e-mailtje krijgen. Kortom, digitale technologie heeft ervoor gezorgd dat rechtstreeks naar een klant gaan vandaag heel eenvoudig is. Maar dat is ongeveer, laten we zeggen, de meest logische invulling van de Frog. Ik zei het net, de grootste concurrenten voor u gaan niet uw bestaande concurrenten zijn, maar gaan nieuwe spelers zijn. Eén voorbeeldje nog rond de Gatekeeper. En ik wil u vragen, het is een kort filmpje van Amazon, van de Echo Look. En ik zou u willen vragen naar het filmpje te kijken en proberen verder te kijken dan puur de gimmick. Het gaat over een device. Ik heb het aan mijn zoon laten zien en hij wil het zodra het beschikbaar wordt. Maar ik wil u vragen om verder te kijken dan het device. Want ik ga u straks de vraag stellen, waarom is dit onwaarschijnlijk disruptief? We kijken even. Alexa, is it gonna rain tonight? Alexa, what's on my calendar? Alexa, turn the lights off. Okay. Alexa helps with thousands of things, and now she can help you look your best. Alexa, take a photo. Introducing Echo Look, a first-of-its-kind Echo with a hands-free camera. Echo Look takes photos using just your voice. Its built-in lighting and depth-sensing camera lets you blur the backgrounds to make sure your outfits pop, giving you clean, full-length photos that are easy to share with friends.
Plus, get a live view or take videos to see yourself from every angle. Alexa, take a video. We've also created an easy way to get a second opinion. Introducing Style Check. It combines the best in machine learning with advice from fashion specialists. Just pick two outfits and Style Check will give you a recommendation based on current trends and what flatters you. Alexa can also help you create a personal lookbook. It shows you what you wore and when, so you can keep track of your favorites and take your closet with you, wherever you go. Alexa, what's my commute? The fastest route takes about 15 minutes. Plus, Alexa is built in the cloud and always getting smarter. And so will Echo Look. Echo Look. Love your look every day. Maar wat is het echt disruptieve aan dit verhaal? Twee belangrijke dingen. Amazon bepaalt waar er gekocht wordt. Hallo Google. Als je morgen aan Alexa vraagt, ik ben op zoek naar een zichtrekening voor mijn zoon die op Erasmus vertrekt. I sincerely hope dat ze naar jullie gaat verwijzen. Maar zij gaat wel een advies geven. Amazon bepaalt waar er gekocht wordt. Als je goed hebt opgelet, dan zegt ze zelfs van het is niet de linker outfit, maar het is de rechter outfit. Maar wie zegt dat ze daar gelijk heeft? Misschien heeft ze hogere marges op het rokje aan de rechterkant. En die nieuwe generatie millennials, die gaat de vragen die u nu allemaal stelt, niet meer stellen. Zij gaan gewoon. Amazon zet hiermee Google een stuk buitenspel. Maar ook jullie, als je niet oppast. Traveler en participant, en dan heb ik één slide over de cyborg. En dan zijn we aan het einde van het verhaal. De traveler, de participant, traveler zegt, wij hebben allemaal onze smartphone overal bij, dus wij zijn overal 24/7 connected. En de participant verwijst vooral naar, we betrekken heel graag anderen in ons verhaal. Kijk even naar het voorbeeldje van Alexa. Het is ook maar een knopje verwijderd om het advies te vragen van je vrienden over welke outfit dat je precies wilt gaan gebruiken. Ik maak er geen Amazon-show van vandaag, maar ik zou je wel aanraden om even te kijken, als je de voorbeelden niet kent, naar wat Amazon doet op vlak van retail. Ze hebben Amazon Go ontwikkeld, waar je niet meer moet betalen aan de kassa. Je legt dingen in je mandje en je wandelt naar buiten. Amazon Go. En Amazon Key is, ze zorgen ervoor dat de producten die je bestelt tot in je huis geleverd worden. Er staat een slot aan je voordeur wat open gedaan kan worden door iemand van Amazon. Het wordt gefilmd, dus je moet je geen zorgen maken dat plotseling je kat verdwenen is. En je kan dus zelfs dingen tot in je frigo, in je koelkast laten leven. En dan tot slot de cyborg. Eén slide. We hebben nog niets gezien. We ain't seen nothing yet. Ik heb u vandaag nog niet gesproken over virtual reality, nog niet over augmented reality. U vindt het misschien zelfs vreemd dat ik nog niet over blockchain en bitcoins gesproken heb. Als u daar meer van wilt weten, verwijs ik u graag naar rechtsboven. Ik noem hem Blockchain Sam. Het is een collega van mij die op de top staat in de wereld op vlak van blockchain technologie. Ik heb nog over zoveel dingen niet gesproken. En alles wat u hier ziet, dames en heren, bestaat vandaag al helemaal. Niets wat ik hier liet zien is science fiction. En alles wat ik u hier liet zien is babytechnologie. Dus niet eens versie 1.0, maar versie 0.1. Babytechnologie. Dames en heren, digital disruption is real. Expect a smack in the face. Ik hoop heel erg dat u iets meer de persoon aan de rechterkant bent geworden dan de persoon aan de linkerkant. Of op zijn minst dat u zich kan verweren tegen de klappen die hier aankomen. Ongelooflijk coole tijden, daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar it's gonna be a bumpy ride. Opgelet dat je je huidige klanten niet verliest. Als ik mij vraag, probeer ze vast te lijmen aan die bananenboot. Maar ik heb mij laten vertellen dat dat niet mag. Dus doe het op een slimme manier. Zorg dat je een great customer experience hebt. Zorg dat je operations optimaal efficiënt verlopen. Maar als je daar stopt, dan word je die beste videotheek in de wereld waar niemand nog op zit te wachten. Dus kijk ook naar wat de dag na morgen moet zijn. Dames en heren, die golven die kan je niet tegenhouden.
Maar je kan wel leren hoe je kan surfen. Ik hoop dat ik u een beetje heb leren surfen op de golven van digitale transformatie. Dank u wel voor uw aandacht.